De jaarlijkse conferentie van de Caribische Associatie van Toezichthouders van Pensioenfondsen, CAPS, is succesvol afgesloten. Het centrale thema was hoe kunnen de fondsen ervoor zorgen dat werknemers na hun pensionering een goed pensioen ontvangen. Veel leden van de CAPS, waaronder de Centrale Bank van Suriname, zijn het erover eens dat pensioenfondsen het geld dat aan hen is toevertrouwd moeten investeren. Het investeren in schatkistpapier is een van de veilige oplossingen, zegt Centrale Bankdirecteur Ingeborg Geduld. In de regio en daarbuiten investeren pensioenfondsen reeds in schatkistpapier, oftewel kortlopende leningen aan de staat. Dus wat dat betreft is dat niet nieuw. Het wordt ook over het algemeen beschouwd als een van de veiligere manieren om te investeren. We hebben gedurende de conferentie ook gekeken naar wat men noemt defined contribution pensioenfondsen tegenover de defined benefit pensioenfondsen. Er is nu een tendens gaande dat werkgevers er steeds meer toe overgaan om voor hun werknemers een defined contribution plan op te richten. En dat betekent dat werknemers meer verantwoordelijkheid zullen moeten dragen voor hun eigen pensioen. En de toezichthouder zal daarmee moeten omgaan en kijken hoe zij haar regelgeving daarop afstemt. Dat was het voor de CAPS, de Caribbean Association of Pension Supervisors. Volgens directeur Geduld hebben Surinaamse pensioenfondsen een lichte voorsprong op de rest van de regio. Met name wat het toezicht betreft doen we het vrij goed, zegt ze. Er zijn nog landen die nu pas beginnen met wetgeving. Wij hebben specifieke wetgeving sinds 2005. We hebben een aardig uitgebreid stelsel van richtlijnen. We hebben rapportages die de pensioenfondsen naar ons moeten sturen, kwartaal of jaarlijks. En er zijn andere gebieden die dat nog niet hebben. En op hoeveel fondsen praten we in Suriname? In Suriname praten we op dit moment om en bij 37 fondsen. Okay. En die kofferen alles. ook uit de conferentie is gebleken dat, zeker wat betreft de private pensioenfondsen, heel weinig mensen eigenlijk gedekt zijn met een pensioen. Dus ook dat is een aandachtspunt. In Suriname hebben we natuurlijk nog een stapje bijgezet door het algemeen pensioen dat nu is geïntroduceerd. Maar andere landen die dat niet hebben, waar het alleen maar afhankelijk is van de private pensioenfondsen, die hebben vrij lage dekking van hun beroepsbevolking. Ingeborg Geduld, directeur van de Centrale Bank van Suriname. We spraken haar in verband met de afsluiting van de tweedaagse conferentie van de Caribische Associatie van Toezichthouders van Pensioenfondsen.